Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige aflevering waren we hier in Mount nog wat dus gebleven. Nu is de bedoeling dat we Mount nog wat dus gaan completen, maar dit is een lastig stukje, want zoals je misschien van het einde van vorige aflevering nog wel weet, is moeten we deze speech naar beneden. Als je trouwens wat hoort, mijn hamster die is nogal lawaai aan het maken. Hé, verdorie. Ik moet heel even kijken. Oh, fuck. Zo. Ik moet eigenlijk zorgen dat ik er bovenop kom. Maar ik weet niet zo heel goed meer hoe ik dat deed de vorige keer. Dan moet ik maar weer even kijken. De vorige keer was gisteren. Dus het is nu niet zo lang geleden dat ik de game heb gespeeld. Oh, dat was ik vergeten, ja. Oké, wacht. We gaan het nog een keer proberen. Kijk, dat is beter. Snel! Top! Nou, dat ging beter dan wat ik had verwacht dat het zou gaan. We hebben in ieder geval weer een stroompje weten te stoppen. Dan gaan we hier maar mooi weer naar buiten. Laten we hier zeven. Zo. Dit gedeelte hebben we nu gehad. Dan moeten we denk ik gewoon die hieronder proberen. Zo. Dat was niet heel handig. Kijk. Hier zijn we nog niet geweest. Wat is hier nou weer te doen? Okay, hier kan ik wel zeven. Hier kan ik gewoon naar beneden, toch? Ja. Oh. Kut. Oké, dit is een moeilijk stukje, maar wel haalbaar. Ja, alles is haalbaar natuurlijk. Maar je merkt het gevoel dat ik denk van, nou, dit kan ik op zich wel fixen als ik een beetje geluk heb. Als mijn hamster nou eens stopt met tantoeveel herrie maken, bit. Ze trekt zich echt helemaal niks van aan, wat ik zeg. Oh, kut. Moeilijk stukje. Maar we gaan het gewoon blijven proberen. Kut. Ik hoop dat jullie echt niet te veel last van het lawaai hebben wat mijn hamster maakt. Maar hoe dan? Snel! Oh, kutzooi.
Oh. Gaat hij opeens ground pound? Het zal wel. Nu valt dat ding opeens niet naar beneden. Zo'n moeilijk stukje dit. Ik hoop niet dat het veel langer is dan daar, want dan wordt het echt een probleem hoor. Snel. Leuk. Hoe moet ik dan verder? Maak je spel een keer goed, man. Jezus. Oh ja. Leuk. Zo. Schiet. Zo, gesaved. Lekker. Oké, fijn. Moet ik zeker ook weer terug? Kan ik er hier uit? Nee, ik kan er hier niet uit. Kutzooi. Oh. Snel. Zo, top. Het ging in één keer goed tenminste. Nou gaan we naar de overkant.
Zo, nice. Goed, wat is hier? Oh. Die zijn dood. Oeh, dit is een groot stukje. Ik hou niet van grote stukjes. Oh. Dit wordt echt een kutstuk. Kut. Moeilijk hè, springen. Zo leuk als een jump de ene keer wel werkt en de andere keer niet. Goed gemaakt. Oh. Dat kan dus niet. Dacht ik, save hier even. Oh, fuck. Kut. Oh nee, ik heb al zo geen zin in dit stukje. Met deze besturing is dit helemaal niet te doen, joh. Dat bedoel ik.
Oh, dat werkt niet. Wacht, misschien dat het zo... Oh, dat zo wel werkt. Nee, oké. We moeten dus van de andere kant komen. Duidelijk. Oké. Lots of lots. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh nee, ben ik dood gegaan, kut, sorry. Zo. Nice. Dan gaan we naar de volgende. We hebben links en rechts nog één. En ik denk dat dat de enige twee nog zijn. Oh. Oeh, hier beneden is wel iets. Oh, daar kunnen we denk ik... Oh, kut. Dat ding kan kapot. Wow. Ah, verkeerde kant op, kut. Kijk, dat is lekker. Oh, nee, ik heb dit niet meer nodig tegenwoordig. Oh!
Dat werkt niet, oké. Oh, dat kan ook. Oké. Dat kan ik als het goed is. Oh, fuck. Dat is denk ik de bedoeling. Kijk. Dan kan ik hier gewoon vrij doorlopen. Verkeerde, oké. Niet erg. Kijk. Lekker. Dan kunnen we die goede items nog pakken. Die we hier zien. Maar dat doen we de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende keer van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos!